Goedendag vrienden, van harte welkom. Mijn naam is Daddy Cool en dit is de bekendmaking van de Time Trial Battle. Ja, de uitslag, want wie heeft er nu het snelste gereden bij de Cool Racing League? Van de vriendjes, hè? Van de Cool F1 Racing vriendjes. Wie was het allersnelste met een custom team? Want we reden dit keer een keer voor de verandering, zomaar, hè? Verandering. Reden we met de custom teams en we reden op het circuit van Japan. Suzuka International Racing Course. Daar reden we. Eens even kijken wie er nou daadwerkelijk een tijd heeft gereden met de, de custom livery. En dat is, even kijken, de winnaar. Spannend. Ah, daar hebben we hem. Kit Dries. Alweer Kit Dries. Die had laatst ook al gewonnen. Begint een beetje saai te worden. Kit Dries met een 1.25.489. Hele mooie tijd. Zit hij helemaal niet zo ver achter die Mercedes, hè, met zo'n met de custom team. Valt prima. Wolbig is 2 geworden. Dan hebben we veiligheidsauto, oftewel Provotox, nummertje 3. Even kijken waar we nog meer zitten. Dan hebben we Mr. Bos, dat is nummertje 4. Even kijken, dat zit er goed, 4. Ja, moet ik het allemaal met de hand doen, hè. 5 voor Dylan, ja, nummertje 5 voor Dylan. Dan gaan we naar nummertje 6 en daar komen we bij Lucky. Lucky is nummertje 6 geworden. Nigel is nummertje 7. Doorscrollen naar nummertje 8. Nummertje 8 is Slingerpoep. Nummertje 9 is, die zit op Mercedes. Milfunten, nummertje 9 voor Milfunten. En wie zou er dan 10 zijn? Dat is Open Sesamates. Ja, Open Sesamates nummer 10. Nou, dan komen we nog verder met wel andere gasten. Ja, leuk. Ja, ik vond het wel leuk om met de custom te rijden. Om het gewoon eens een keer te vergelijken met die Mercedes. Want natuurlijk, in de Mercedes zijn wel sneller in de time trial battles. Maar het is ook wel eens leuk om met de custom te rijden. Zeker omdat we binnenkort natuurlijk de 10 versus 10 gaan doen, hè. Ja, jullie weten het ongetwijfeld. Hebben het al een keertje gehoord. We gaan straks tegen de No Limit F1 racen. En dat gaan we met custom teams doen. Dus dat is ook leuk. En dat was ook een beetje de voorschot eigenlijk. Want misschien ook maar hier eens een keertje met custom auto's te rijden. Nou, eens even kijken wie de trager als plooi zijn, hè. Eens even kijken. Dat zijn er ook een paar. En kijk, hier hebben we plooi. Wie zijn de trager als plooi? Nou, ik ga je namen niet noemen, want je zal je eigen hartstikke doodschamen. Maar er staan er toch nog een paar achter. Niet best. Dat is echt niet best. Nee. Oh, kijk. Oh, er staat best nog een hoop achter. Nou. En een paar invellers. Oké. Nou, dus er zijn er inderdaad een paar mensen die zijn trager als plooi. Vergeet niet dat t-shirt te kopen, hè, bij mij in de webshop. Trager dan plooi shirt. Hey, Kid Ries, dat was de snelste. En 1.25.489. En die heeft zijn video natuurlijk opgenomen. En dan gaan we het eventjes laten zien hoe die over het circuit heen rijdt hier in Suzuka. Daar gaat hij. Take it away, Kiddy! Het lijkt zo makkelijk, hè? Dat is heel vaak met topsport, hè? Denk je, nou, als je dat ziet, hoor, dan kan ik zelf ook. Nou, dan komt er vaak bedrogen uit. Een 1.25.4 was de snelste tijd in de multiplayer car. En dat deed niet veel onder aan de Mercedes, dat kan ik je eerlijk melden. Oké, we gaan dan weer het nieuws doen. We gaan weer naar de F2'tjes toe. En je mag iedere auto kiezen die je wil. Ik kies natuurlijk voor degene met de cool livery, hè? Dat is deze, de Carlin.
Die heeft de stickers van Cool erop. Dus hoe cool wil je het hebben? Dat ik mijn eigen stickers heb, ja toch? En we gaan rijden hier in Azerbeidzjan. Ja, dat wordt hem. Het circuit Azerbeidzjan. Baku City. Dus Baku maar lekker mee, zou ik zeggen. Kom erbij. Ga mee racen. Over 2 weken gaat de Cool F2 Racing rijden daar zo in Baku. Aanstaande zondagavond zijn ze eerst nog in Spanje. Kom een keer kijken voor de gein. Zondagavond, 8:30 begint het. Ja, het is echt lachen. Het zijn een beetje de grote puppies. Ja, het is sowieso leuk, want de presentatoren weten niet hoe de F2-reglementen zitten. De rijders weten het ook niet. Ze zitten elkaar maar een beetje in te halen en te doen. Nou, het is echt één groot lacheren festijn. Kom gewoon kijken, zondagavond, 8:30. Time to beat is Armchair Bike, een 1:50-2. Dus als je meedoet aan deze Time Zone Battle, 1:50-2, time to beat. Nou, laat maar kijken wat jullie kunnen. We hebben iemand nieuws aangetrokken in de CRL. Ik zou het heel leuk vinden als jij ook even een tijd inzet. En je weet zelf wie je bent. Je weet toch. Hey, dat was hem. Daddy Cool signing out. Till next time. Yo.